Hey allemaal, de blaadjes beginnen stilletjes aan te vallen. Dus dat wil zeggen dat de herfst eraan komt. Er komen weer koudere dagen aan. Maar ik vind het op zich niet erg, want elk seizoen heeft zijn charmes. En ik heb wel een beetje zin in de herfst en de winter. En zelfs al een beetje in kerstmis, maar dat hier niemand vertellen. En het leek me leuk om een herfstdoek op te nemen. De kleuren van dit jaar zijn vooral bruin en bordeaux en goudtinten, warme tinten. Maar ik heb me dus gebaseerd vooral op bruin en een beetje op dat wijnrode, dat bordeaux kleur. Dat vind ik zelf heel erg mooi. Donkere lippen is echt iets voor deze winter en voor deze herfst. Dus als je dat eens wilt proberen, zou ik dat zeker doen. Ik vind het heel erg mooi. Dus deze look leg ik stap voor stap uit hoe je deze kan maken. En dan hoop ik dat jullie ervan genieten. Heel erg veel plezier met het kijken naar de intro. Doordat het buiten wat kouder wordt, heeft onze huid extra hydratatie nodig. Dus ik stel voor om een serum te gebruiken of zeker een goede dagcreme voorgaan die make-up begint. Want binnen is het dan weer warm en buiten is het dan weer heel koud en met de wind en zo. Dus zorg dat je huid zeker gehydrateerd is. Ik heb deze van Garnier. Als onze huid goed gehydrateerd is, gaan we over naar de foundation. Ik gebruik tegenwoordig de allernieuwste van Catrice, de Nude Illusion Make-up. En ik heb de nummer 10, dat is de lichtste kleur. En ik vind deze wel heel erg fijn. Ik breng deze aan met een kwast. Om rode vlekjes weg te werken, gebruik ik de Catrice Concealer, de Camouflage Cream. En deze is bijna op, maar ik heb al een nieuwe gekocht. En deze is zeker een favoriet. Ik breng het altijd onder mijn ogen aan en dan op mijn rode vlekjes. Je krijgt nooit alles 100% weg, maar je kan het wel een beetje verdoezelen. Dan ga ik mijn wenkbrauwen bijtekenen. Ik gebruik deze van Essence. En normaal deed ik het vroeger na de poeder, maar ik heb ergens gehoord of gelezen dat je het best kunt doen als je foundation nog wat... Ja, op een natte foundation te doen, dan blijft het poeder veel beter dan als je het op de poeder moet doen. Klinkt natuurlijk heel logisch, maar ja, ik dacht daar dus niet bij na. Nu doe ik het dus voor mijn poeder. Dan kunnen we gaan afpoederen. Ik gebruik de Essence Pure Skin Compact Powder. Deze is zo anti-spot. Dit is een hele, hele lichte dekking, want deze hier komt niet zoveel van af. Dan gaan we voor de blush en de bronzer. Ik heb hier een heel mooi paletje van Zoeva. En hier heb ik een heel mooie keuze van donkere, warme kleuren en van bronzer. Ik zou zeker gaan voor een donkerrood of een gouden tint. Want in de herfst moet het toch een beetje warm zijn. Ik kies voor een warme tint en niet voor een koele tint. Ik begin met de bronzer en ik neem deze derde kleur. En dan ga ik hier net onder het jukbeen een beetje contouren. Voilà, en voor de blush ga ik voor deze kleur, de vierde kleur. Het is een soort van rood, donker, paars, warme kleur. In deze blush zit al een hele lichte, subtiele glans. Dus ik ga geen highlighter aanbrengen. Ik vind ook niet dat highlighter echt nodig is. In de herfst of in de winter. Want ja, dat effect heb je dan niet zo echt als in de zomer. Voilà, de blush en de bronzer zitten erop. Nu gaan we aan de ogen beginnen. En ik ga eerst een oogschaduwbasis aanbrengen. En deze is van Essence. De herfst- en de winterkleuren van 2014 zijn dit jaar... vooral de basiskleur bruin komt heel veel terug. Wat toch wel een beetje normaal is, vind ik. Als ik aan herfst denk, denk ik vooral aan bruin. Ook het rode en het aubergine. Dus het paarse en het bordeaux is heel erg fel in. Goudtinten zijn ook heel fel in. En als ik aan herfst denk, denk ik vooral aan karamelkleuren, chocoladekleuren, wijnrood, zo van die tinten. Dus die ga ik ook proberen te gebruiken in deze look. Ik ga mijn 88 kleurenpalet gebruiken. Heel veel mensen van jullie hebben die misschien ook. En anders kies je gewoon kleuren die dicht in de buurt komen. Ik ga beginnen met de allerlichtste kleur, met wit, om over heel mijn ooglid aan te brengen. Ik hou er wel van om in de winter eerder matte kleuren te gebruiken dan met glinsters erin. Ik weet niet, ik vind dat het meer past bij de herfst. Dus ik ga nu ook proberen om zo weinig mogelijk glans te gebruiken en het een beetje mat te houden. Ik ga voor deze aubergine kleur. Deze ligt iets tussen het paars en het rode in. Deze heeft wel een klein beetje glans, maar het is een hele warme kleur. En die breng ik aan voor bewegend ooglid. Ziezo, en voor in de arcadeboog ga ik voor deze donkerbruine kleur.
En dat gaan we ook vervagen. Dan gebruik ik nog eventjes het allerdonkerste bruin, bijna zwart, voor een heel klein tikje in de buitenste ooghoek te zetten. Maak een klein beetje een V. Klein beetje vervagen. Dan breng ik nog eenmaal de basiskleur aan, hier in het begin. En nog eenmaal de witte kleur voor onder de wenkbrauw. Dan neem ik een heel dun penseeltje en ga ik mijn onderste, langs mijn onderste waterlijn ga ik met een soort van bruin-gouden kleur nog een lijntje tekenen. Zet de oogschaduw erop. Ik vind zwarte eyeliner iets te streng voor bij de herfst. Dus ga ik met een donkerbruine potlood eventjes een lijntje trekken. Voilà, en ik trek het een beetje door van in mijn hoek en dan een klein stukje van onder, dat verbonden is. Voilà, dan gaan we voor mascara. Maar ik ga eerst mijn wimpers krullen. Voilà, en dit is de nieuwste mascara van Catrice. Lash Extension Volume Mascara. En deze heeft zo van die hele kleine mini haartjes op het borsteltje. En het zorgt ervoor dat je dan meer volume krijgt. Voilà, en ik ga eigenlijk aan de binnenkant van mijn waterlijn ook nog een wit lijntje trekken. Witte potlood, zodat mijn blik open en wakker lijkt. Voilà, de ogen zijn klaar en dan gaan we nog eventjes afwerken door de lippen te doen. Ik merk meer en meer dat donkere lippen, donkerrood of donkerpaars of zelfs bruin, dat het heel veel in is aan het komen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het super mooi. Ik heb zelf ook een paar donkere kleuren ingeslaan de laatste tijd. En een van mijn lievelings is deze van de HEMA. Het is een long-lasting lipstick. Deze zijn zo vierkant. Ik heb ze pas gekocht. Dit is de kleur 02. En dit is een soort van heel donkerrood en een klein beetje paars. Maar ik ga eerst mijn lippen bijtekenen en een beetje inkleuren. Dit is een kleur van 11. En dit is ook een donkerrood. Dus ik heb mijn lippen nu een beetje omlijnd. En nu kan ik deze kleur aanbrengen. Ik vind deze echt heel erg mooi. Dit is dus voor mij echt een herfst/winter lipkleur. Mooi, donker. Dus als je deze wilt hebben, HEMA Long Lasting 02. En ik ben hier heel erg blij mee. Deze blijven ook wel lang zitten. Het enige, deze droog een klein beetje op. Dus als je droge lippen hebt, zorg dat je velletjes eerst mooi weg zijn voordat je deze aanbrengt. Maar voor de rest vind ik deze helemaal top. Het is dus de uiteindelijke look. Ik hoop dat jullie het heel erg fijn vonden. Ik heb een beetje de herfstkleuren gebruikt. Donkere lippen is zeker de tip van deze herfst. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!